Het is een hele negatieve connotatie, maar als je kijkt naar hoe kunnen we presteren, presteren in de zin van hoe kunnen we intellectueel omgaan met elkaar, hoe kunnen we intellectueel omgaan met de middelen van, die we hebben op deze aarde, dat zijn prestaties die een nuttig doel voor de toekomst hebben. Ik heb maar niet over prestaties. Je zegt heel erg prestatiegericht? Kijk, prestatie is niet het enige belangrijke in de samenleving. Relaties, omgaansnormen, het is allemaal belangrijk, maar aan het eind van de dag moet je toch een prestatie leveren die goed voor jezelf is en goed voor anderen, zodat ze met z'n allen in een positieve richting kunnen varen. Ja, Rita, anders dan varen we nergens naartoe. Yes, we can. Precies. Hoi, ik ben Nicolette Kluiver en ik werk voor BNN en ik presenteer onder andere het programma Spuiten en Slikken. En de stelling luidt, monogamie is tegennatuurlijk en daar ben ik het helaas mee eens. Het is als je kijkt naar mannen die vanuit instinct zoveel mogelijk vrouwen willen bevruchten, dan kan het gewoon niet zo zijn dat ze monogaam zijn. Helaas, dat denk ik. Zal ik je uitleggen wie, door wat het bewezen is? Bewezen in de evolutionaire psychologie en de sociale biologie. Dat is een studie die gedaan is. Dat is een hele mond vol. Dat snapte toch niks van. Nee, laat ik even mijn moeder. Ik zal het uitleggen. Nee, het is echt bezig. Het is dat het feit dat, dat heet pairbonding, dat twee mensen met elkaar zijn, dat ze kinderen krijgen, dat ze bij elkaar blijven. Ja. Dat bestaat pas 5000 jaar. Als je even uitgaat dat de mensheid 4 miljoen jaar oud is, ja, en niet 6000 jaar oud, staan. Ja. De andere 99% van onze tijd hebben mannen eigenlijk geprobeerd om met zoveel mogelijk vrouwtjes gemeenschap te hebben. Om het even een organisme te noemen. Gemeenschap te hebben. Omdat de kans dan groter is dat hun genen worden overgegeven. Dat heeft eigenlijk twee redenen. Eén, omdat bij zoogdieren zoals de mens hebben wij relatief weinig nageslacht. En van dat nageslacht is er een relatief hoog sterftecijfer in nieuwe geboortes. Ja. Dus vanuit het biologisch standpunt is het voor de man alleen maar logisch om zijn kansen te scheiden. Omdat het zijn primaire behoefte is. Het is niet zulke moeilijke woorden voor mijn onderzoek. Maar als ik het zeg maar zo bekijk, ik heb het dan een beetje zo zelf nagedacht. Dieren hebben over het algemeen... Je hebt zelf nagedacht. Daar begint het meestal. Dieren.